Goedemorgen. Wij zijn in Kiertberg en het is vandaag dinsdag 25 februari. We staan bij de Vlekkenalm om het skigebied van Kiertberg en Kitzbühel in te gaan. Krokus. En dan kan het wel eens druk zijn bij bepaalde liften. En vanaf de Steinbergkogel kun je ook in één keer de piste van de Bru nemen. Dan kom je helemaal in het dal uit bij de Pengelstein. Wij staan nog op de Pengelstein afdaling, maar waar we nu naartoe gaan, dat is de Hieslek. Die gaat daar achterlangs en helemaal achter in het gebied hier van Kitzbühel en Kiertberg heb je ook nog de Hoogsau Kaser. En daar gaan we ook nog even kijken. Nou, ook in het skigebied van Kiertberg en Kitzbühel heb je ook heel mooi uitzicht op de Hohe Tauern. Die zie je daar achterin liggen. En wat ook enorm opvalt, dat zijn de kale bergen. Normaal liggen daar dus gewoon wat meer sneeuw op. Maar het is de laatste tijd gewoon allemaal weggewaaid door enorme winden. Ja, die hier ook het land hebben aangedaan. Wij staan bij de Hoogsau Kaser, bij het dalstation, de lift. En hier zit je in het uiterste puntje eigenlijk van het skigebied van Kiertberg en Kitzbühel. Het is dat het licht het niet helemaal toelaat, maar dit is echt een geweldige piste. Maar dat kun je met de lei waarschijnlijk wat minder zien nu. Het weer gaat toch een beetje betrekken, flauw zonnetje. Als we kijken over de bergkammen. Dan zit er toch wel wat verandering aan te komen. Maar wellicht dat onze weerman Jeroen daar meer over kan vertellen. En wat een schitterend uitzicht heb je hier. En je ziet ook wel dat er wat sneeuw nodig is. Maar daar wordt voor gezorgd. Dit was het dan weer vanuit het skigebied van Kiertberg. Maar zeker ook
Kitzbühel. We hebben weer een leuk rondje gemaakt. De pistes en de sneeuwkwaliteit, ja, die zijn wat zacht. Maar dat deert allemaal niet, want je kan nog prima skiën hier. En er komt sneeuw aan. Maar dat laten we jullie in de komende dagen wel weer zien. De groeten!